We gaan met 4 hogescholen gaan we 8 stadslabs volgen en met ze meelopen. En we kijken hoe hun leerproces eruit ziet, waar ze tegenaan lopen, wat voor successen ze boeken en waar dat dan ook aan kan liggen. Zodat we daaruit kunnen leren voor andere stadslabs. In een stadslab heb je eigenlijk 3 componenten die belangrijk zijn en die ook ervoor zorgen dat zo'n stadslab kan werken. En dat is 1, participatie. Dus welke partijen heb je nou nodig om daadwerkelijk aan dit probleem of aan deze opgave te kunnen werken? Het tweede is dat je echt de ruimte neemt om dingen uit te zoeken. Welke kennis is er nodig? Wat weten we nou niet? Wat weten we wel? En hoe kunnen we die hier in dit stadslab inzetten? Maar het derde is ook dat je echt doorzettingskracht organiseert. Dus het gaat niet alleen maar over onderzoeken en met elkaar bedenken wat is aan de hand. Maar je zoekt echt naar ruimte, naar wegen om daadwerkelijk verandering te organiseren. Ja, de RMA dat staat voor reflexieve monitoring in actie. En dat klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk is het een leermethodiek. Het is een evaluatiemethode. En dan gaat het niet om het evalueren van heb ik mijn resultaten wel bereikt die ik beoogd had. Maar het gaat over het evalueren van doen we nog wel het juiste. Wat waren onze doelstellingen en waarom lopen we nu tegen bepaalde problemen aan en wat kunnen we daaraan doen? Dus het biedt deelnemers echt een methode om te reflecteren op wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt en hoe dat gekoppeld is aan de lange termijn doelstellingen.